Wees dan zo dapper dat je ook gewoon het gesprek aangaat met het COC en met mij en met wie dan ook. En ga niet midden in de nacht met je emmertje verf lekker stiekem lopen kladden. Ik vind dat echt sneu. Wethouder Yvonne van Delft is boos om het bekladden van het regenboogkunstwerk dat sinds 2 weken op de Leidse Haarlemmerstraat staat. Het beeld symboliseert diversiteit en de vrijheid van expressie van gender en seksuele oriëntatie en kwam er op initiatief van het Leidse COC. Ook voorzitter Debbie Helaha is geschokt. Het is vanuit de community. Het is niet eens iets wat we gewoon gekregen, maar we hebben het zelf aanhangig gemaakt. Het is door onszelf met mensen uit de community gemaakt. En dat dit dan is gebeurd, dat vind ik echt heel spijtig. Uit de geschilderde leuzen is op te maken dat de vernielingen vanuit de queergemeenschap komen en een protest zijn tegen rainbow of pinkwashing. Het feit dat je als organisatie of als gemeente wel het regenboogvlag uithangt, maar vervolgens niks doet in het beleid. Daar zal het mee te maken hebben. En ja, ik lees ook dat groeperingen als dit geen onderdeel willen zijn van het grote establishment van het kapitalistische bolwerk. En ja, het COC hoort daar kennelijk dan ook bij. En dat snap ik dan weer niet. Krijgen ze eindelijk dat er iets is wat voor hun is, dan gaan ze het bekladden. Dat slaat er nergens op. Ik vind het zonde. Ik vind het er echt vreemd uitzien. Ik vind het vreemd dat het gedaan is. Ja. Wat denk je dat ze hiermee willen zeggen, als je de termen zo bekijkt? Nou ja, dat positief, dat transgender zijn niet negatief gezien moet worden. Dat dat gewoon, ja, dat het kan. Maar dat idee geeft het niet, omdat het dan, als het dit iets is van de COC en het zo beklad is, dat is gewoon vreemd. Dat geeft juist een negatief beeld, vind ik. Doet Leiden eigenlijk wel genoeg voor deze groep? Kijk, genoeg is natuurlijk een rekbaar woord, want het kan altijd meer zijn. En ik heb toen ook gezegd van, het is niet af, je moet daar met elkaar aan blijven werken. Maar vergeet niet dat dit de opdracht van het COC is geweest. Nou, het kan altijd beter. En natuurlijk snap ik wel dat als je zegt acceptatie te vergroten en dat soort dingen, daar moet je nog wel wat dingen voor doen. Maar doe dat altijd, weet je, als je daarop tegen bent of je wil een statement maken, ga dan altijd in dialoog erover. Maar ga niet gewoon puur vandalisme uitoefenen. Dat wat ik net al zei, dat is echt een grens. In opdracht van de gemeente zijn het beeld en de sokkel vrijdagmiddag weer schoongemaakt. Ook heeft de gemeente Leiden aangifte van de bekladding gedaan.